Beste parochianen, wilt u even dood zijn? Kom dan aanstaande zondag 24 april in de salons te Sint-Niklaas op de erfgoeddag, kan u even sterven. Zondag is het dus erfgoeddag met dus als hoofdthema rituelen over heel Vlaanderen. In de salons in Sint-Niklaas hebben we dus een kleine tentoonstelling rond dus rituelen. We hebben voorwerpen gezocht achter dus begrafenis, dood, huwelijk, geboorte. Daar hebben we eigenlijk allemaal stukken rondgezocht. Dus. We hebben twee acteurs gevraagd om mensen de kans te geven om eens een ritueel mee te maken. Een begrafenisritueel en een huwelijksritueel. Mensen moeten zeker komen voor de mooie en unieke collectiestukken. Maar er zijn ook gezinnen die de kans krijgen om workshops mee te maken. Dat je dus bijvoorbeeld amuletjes kan maken, prentjes kan drukken. Dus iedereen is welkom. Naast erfgoeddag is er de dag voordien, de avond voordien, museumnacht in de salons. Deze zaterdag gaat er een gala-baleinbal door. En dat is eigenlijk een samenwerking tussen Muziekclub Thij en de salons, museum van Salons Stem. En de bedoeling is eigenlijk dat wij onze 25 jaar bestaan van Muziekclub Thij gaan vieren in een geweldig kader. Heel veel plaats om te komen dansen. En wij hebben daarvoor twee groepen uitgenodigd, een Italiaanse groep. En dan is er een trio en dat heet Amoroma, een heel bekende folkgroep van bij ons. En dan zullen er tussendoor ook nog twee klassen van de muziekschool komen spelen. De doedelzak, samenspelklas en de zangklas. Een heel gevuld programma dus en ik denk dat het zeker de moeite waard zal zijn. De museumnacht start 7 uur. Dan gaan de deuren open en het muziekoptreden start dus om 8 uur. De inkom is 5 euro en je hebt daar een drankbonnetje bij van 2 euro. Erfgoeddag, dan starten we om 10 uur. En dat gaat dus tot 6 uur en dat is volledig gratis. Voor meer informatie kan je terecht op onze website musea.sintniklaas.be.